Na een week proefdraaien wordt op maandag 21 juni de vernieuwde school-TV gelaunched. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat met dit concept het huidige curriculum van de leerlingen van de basisschool wordt aangevuld met beeldmateriaal. Daniela Rosario, onderdirecteur ontwikkelingsdienst, zegt dat de focus nu gericht is op de vakken taal en rekenen. Met school-TV gaat het ministerie richting verduurzaming en moet dit initiatief gezien worden als een aanvulling op het reguliere curriculum. Rosario roept alle leerkrachten op het programma makkelijker, mooier en creatiever te maken voor hun leerlingen. Het ministerie werkt eraan om de opnames die worden vertoond via school-TV ook op sociale media en YouTube te plaatsen.